Derde klasse B begon Gimbo niet zonder bescheiden verwachtingen aan het seizoen. De club uit Borgerhout mikt op de play-offs. Van zijn eerste vier partijen won het er alvast drie. Dat vroeg om bevestiging tegen een andere ploeg met ambities, Carnière. Carnière is nog ongeslagen dit seizoen. De openingsscore is ook voor de bezoekers. Jonjon schudt al direct een bom uit zijn mouw. Gimbo is allesbehalve onder de indruk. Het plaatst meteen een 10-0 tussenspurt met dank aan Stefan Sappenbergs. Daarna wordt het spel slordiger na een knappe steal en assist van Ruules. Weet Andries Vingerhoets er toch 16-9 van te maken. Ook in het tweede kwart speelt Gimbo wat overhaast. Gelukkig zijn de Henegouwers voor de pauze onkennelijk zwak. Eli van Aken scoort en de ruststand is 33-22. Gimbo stoomt via de ijzersterke Sappenbergs na rust meteen door tot de maximale 16 punten kloof. Sappie was gisteren goed voor 19 punten. Maar dan stokt de machine volledig bij de thuisploeg. Niets lukt nog en Carnière komt op het einde van het derde kwart zelfs terug tot op twee schamele puntjes. We hebben zowaar opnieuw een wedstrijd en het slotkwart is bloedstollend. De sterke Jonjon brengt de bordjes in evenwicht. Het is uiteindelijk de ervaring van Sappenbergs en Dirk Domen die de doorslag geeft. Gimbo wint met 71-70, maar het kruipt door het oog van de naald. Dinsdag komt eerste klasse Luik op bezoek voor de achtste finales van de beker. Ja, het is bieberen. Hè. Niemand durft shotten, dan moet er maar iemand shotten. Allee, gelukkig was ik dat vandaag, maar goed. We winnen, dat onthouden we, maar ook vooral onthouden dat in de tweede helft die zone, tegen die zone dat het niet werkte. Turn up the lights in here, baby.